Yo mensen, dit is Ons Gaming en dit is de allerlaatste video van Formule 1 2016. Deze game die kan vanaf vrijdag met pensioen, hij kan de kast in. Het is klaar, Formule 1 2016 is over. En ik zat eigenlijk te denken van, wat zal ik deze week nog gaan uploaden voordat Formule 1 2017 uitkomt. En ik dacht van, ja, zal ik Rocket League doen of... Dirt of iets anders. Ik dacht van ja, weet je wat? Laten we nog één keer een soort van eervideo maken voor Formule 1 2016. Want die game hebben we natuurlijk met z'n allen heel veel gespeeld afgelopen jaar. En daar hebben we veel plezier aan beleefd. Tenminste, ik zelf wel. Ik heb ongeveer 220 uur volgens mijn Xbox statistieken deze game gespeeld. Dat is behoorlijk wat. Ik heb nog nooit zo vaak een Formule 1 game gespeeld. En al met al was dit gewoon best wel een hele prima Formule 1 game. Ik denk de beste tot nu toe. Maar Formule 1 2017 lijkt op alle punten verbeteringen met zich mee te brengen. Maar in ieder geval, doe even een likeje, even een duimpje omhoog voor Formule 1 2016. Want het was natuurlijk gewoon ontzettend tof. En Formule 1 2016 verdient natuurlijk gewoon... eventjes nog een like, zeg maar. Nou, op de achtergrond zie je gewoon wat beelden van mijn allerlaatste race die ik vandaag gereden heb. Gewoon eventjes, omdat het kan, met de Ferrari van Kimi Raikkonen op het circuit van Canada. Ik startte als 17e en je ziet in de loop van de video uiteindelijk dat ik langzaam maar zeker met hier en daar wat mooie inhalacties naar voren kom. En dat is dus best wel tof. Een nieuwe Formule 1 game betekent ook eigenlijk meteen weer een nieuw jaar voor mij als Onzin Gaming. Want ik ben ongeveer een jaar geleden ben ik begonnen met YouTube. Ik had al eigenlijk sinds 2012 had ik dit kanaal al. Toen deed ik wat filmpjes uploaden soms hier en daar. En dat was eigenlijk allemaal een beetje in het Engels. En het sloeg eigenlijk allemaal helemaal nergens op. Ik had wel als een van de eerste had ik de allereerste beelden op YouTube gezet van GTA 5 op de Xbox One. Dat was ik de allereerste... iemand mee, gewoon, die dat dus deed. En heel veel nieuwsites en weet ik het allemaal, die namen toen dat bericht over en die video van mij. En toen had ik echt in één dag tijd, had ik iets van 150.000 views op een video. Dat was zo'n ergens in 2014, geloof ik. Maar ik heb eigenlijk verder nooit echt iets met YouTube gedaan, totdat ik vorig jaar augustus ineens dacht van, ja, wat is er nog niet zo heel veel en... Wat zou ik zelf leuk vinden om te doen? En toen ineens dacht ik van, nou, ik vind YouTube, ik vind dingen maken wel leuk. En toen ging ik eens even kijken, wat is er al? Ja, Call of Duty zijn al 80.000 YouTubers van. En van GTA 5. En weet ik het allemaal nog meer. En dit en dat, zus en zo. Dus ik dacht van, ik pak gewoon iets anders. Iets wat ik zelf ook leuk vind. En dat was dus uiteindelijk Formule 1. En dat begon ik dus mee ongeveer een jaar geleden. In augustus. Rond 15 augustus was een van mijn eerste video's in het Nederlands. Wat ging over Formule 1 2016 nog in die tijd. En toen ben ik eigenlijk daarmee mee doorgegaan. En ik moet zeggen, ik heb het afgelopen jaar, vooral in de eerste paar maanden, heb ik meerdere keren gedacht van... ik ga hiermee stoppen. Ik ben zoveel tijd aan het insteken in YouTube. En ik heb er eigenlijk misschien wel geen zin in. Maar ik ben toch doorgegaan. En dat heeft uiteindelijk best wel... toch iets moois opgeleverd. We zijn inmiddels een jaar verder en daar, ik kan natuurlijk heel veel statistieken bekijken, omdat ik mijn eigen pagina natuurlijk gewoon beheer. En we hebben inmiddels bijna, nog niet helemaal, maar bijna 3000 abonnees. Dat is best wel netjes als je helemaal vanaf niks snoppers naden begint. En we hebben ook al meer dan 900.000 views. Dus we zitten bijna op de miljoen. Een magisch getal natuurlijk. En dat is best wel tof. Maar er zijn ook wat andere dingen die nog wel interessant zijn. Zo is er bijvoorbeeld het afgelopen jaar 1.325.521 minuten gekeken naar mijn kanaal. En dat is best wel veel. Dat zijn in totaal, dat is gewoon 2 jaar en 190 dagen. Dat is best wel heftig, zeg maar. En er zijn meer dan 17.000 vind ik leuks verstuurd. 318 niet leuk. Nou goed, prima, maakt niet uit. Meer dan 6.000 reacties. En nog wat andere dingen allemaal, maar die zijn niet zo interessant. Maar het is best wel tof om dat allemaal... om dat allemaal te zien. En natuurlijk, Formule 1 is natuurlijk het populairste. En we gaan natuurlijk vanaf komende vrijdag helemaal loki-kakoki en los met Formule 1 2017. Ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. We gaan heel veel video's maken. We gaan natuurlijk gewoon beginnen met de carrière, zoals jullie weten, bij het team van Renault. En wat eigenlijk... in het begin ga ik gewoon
races rijden van, hoe heet het ook weer, 25%. Net zoals ik eigenlijk afgelopen jaar gedaan heb in mijn carrière. Omdat ik gewoon in het begin wat meer video's wil maken. En als ik dan halve race afstanden moet gaan rijden, dan gaat het allemaal veel te lang duren. Want dan gaat het ongeveer, ik zal het even een klein beetje vertellen hoe het gaat. Ik zelf, heel veel YouTubers nemen tegelijkertijd zeg maar beeld op en spraak en video zeg maar. Maar ik vind gewoon dat als je Formule 1 aan het doen bent, dan moet je geconcentreerd zijn, wil je echt een goede race kunnen rijden. Dus ik speel meestal ook in een hele doodse stilte, speel ik Formule 1 en ben ik ontzettend geconcentreerd en wil ik echt niet afgeleid worden. Dus ik maak mijn video's eigenlijk als volgt. Ik neem het eerst op en dat duurt ongeveer, als je 25% race rijdt met de kwalificatie erbij en soms een stukje van de training, duurt ongeveer een uur en een kwartier. Dat ben ik dus al bezig met het met racen, zeg maar. Een uur en een kwartier. Nou, dan moet ik de video gaan bewerken, plakken. Dat kost meestal ongeveer al een half uur. Nou, dan moet ik hem nog inspreken. Dat is meestal ook gewoon weer, dat is ongeveer de lengte van de video. Dus ongeveer een kwartiertje, zeg maar. En daarna moet de video nog gemaakt worden. Nou, heb ik niet zo'n supersonische computer. Dus hij doet er nog soms nog wel regelmatig lang over. En daar moet je dus ook nog een half uurtje voor rekenen. Nou, dan moet ik nog wat tekst maken en thumbnails en uploaden. Al met al ben ik meestal ongeveer zo'n 2,5 tot 3 uur bezig per video. Dus dat is best wel lang. En, maar goed, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Maar daarom wil ik dus in het begin in ieder geval gewoon niet al te lange races gaan rijden. Want dan gaat er wel ontzettend veel tijd in zitten. Dus dat is in ieder geval dat. Vanaf volgende maand komt FIFA 18 natuurlijk ook wat uit. En zoals jullie weten wil ik daar ook weer wat video's van gaan maken. Daar wil ik eigenlijk een carrière doen met een of andere club, wel in de Eredivisie. Gewoon omdat ik dat zelf leuk vind. En natuurlijk, tussendoor, volgende week ergens, komt natuurlijk ook nog de beta van Call of Duty. En daar gaan we natuurlijk ook nog wel wat video's van maken. Sowieso ga ik als Call of Duty World War 2 uit, dus daar natuurlijk wel video's over maken. En in november komt ook nog eens de Xbox One X uit. Dus wat dat betreft wordt het weer een druk jaar. Maar volledig, of tenminste vooral heel veel focus natuurlijk op Formule 1 2017. Nou, nogmaals, ram op de like-knop voor de laatste keer voor Formule 1 2016. Vergeet ook niet te abonneren en Twitter en Instagram te volgen. Want daar ga ik bekendmaken wanneer ik ga streamen de komende tijd voor Formule 1 2017. En dat soort dingen allemaal. Dat was het eigenlijk wel. Ja, de meeste mensen, YouTubers, die moeten per se elke keer een video maken van 10 minuten. Zodat er meer advertenties opgemaakt kunnen worden. Maar ik krijg geen 10 minuten volgeluld deze keer. Dus weet je wat? Laat maar gewoon. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En in ieder geval tot vrijdag. En adios, tot ziens.